Ja, de vierdaagse, de Edese vierdaagse tijdens de Heideweek. Ik sta hier naast, of ik loop eigenlijk naast, dat hoort natuurlijk wel bij de vierdaagse, naast de organisator Marten van Velzen. Wat is nou eigenlijk het leuke aan zo'n vierdaagse? Het leuke? Ja, alle mensen die komen, dat zijn de echte wandelaars. Natuurlijk mensen die één dag lopen kunnen ook echte wandelaars zijn. Maar het is een soort sfeertje en ieder jaar komen de meesten terug. En dan herken je ze natuurlijk. En het is gewoon, hier in de bosrand zitten al die mensen en die overnachten hier. Dus eigenlijk is het een hele gezellige wandeling. En we lopen natuurlijk door de schitterende natuurgebieden. Je zit echt op de perfecte locatie eigenlijk hier. Je kan alle kanten op, gelijk het bos in. Ja, dat is prima. En vandaag lopen we richting Wekerom. Tenminste de 10 kilometer, dan kom je niet zo ver natuurlijk. Want dan... Ja, dan moet je op de helft alweer terug. Hè. Dus, maar de 20 en 30, die lopen door het Wekeromse Zand. En de Vlauwe. En dat zijn echt schitterende natuurgebieden. Het Wekeromse Zand is ook van het Gelders landschap. Daar proberen ze de zandverstuivingen wat groter te maken. Maar daar zijn herten, er zijn moeflons, er loopt van alles rond daar. Dus heel veel natuur in ieder geval. Verschrikkelijk veel natuur. Mensen hebben wel wat te zien onderweg. Het is, ja, want onze paden lopen eigenlijk alleen maar door het bos. Soms moet je een asfaltweg hebben, omdat je, ja, ik bedoel, Ede, die heeft wel veel natuur, maar er lopen natuurlijk ook allemaal wegen dwars doorheen. Maar als wij langs een weg lopen, dan zijn het echt parallelpaden. En dan is het niet langer dan een paar honderd meter. Maar je bent de organisator en dat betekent ook dat je zelf niet mee kan lopen. Nee, maar ik heb die Edese Vierdaagse misschien al wel 100 keer gelopen. Omdat we hem moeten uitzetten en na moeten fietsen en controleren of er niet ergens een boom omgevallen is of wat dan ook. Dus ik heb die Edese Vierdaagse heel vaak gelopen. Maar ik vind het toch jammer, ik zou hem echt eens een keer echt willen lopen. Zodat ik niet in de organisatie ben of in ieder geval vrij ben gemaakt. En dat ik echt die Vierdaagse zelf kan lopen. Dat is jammer. Dan, dat moet ik nu bij andere vierdaagse gaan doen.